Wij worden door onze staat onteigend. Dat is uiteindelijk het doel. En ja, ik denk dat het nu kan je nog vertrekken, maar ik ben bang dat het in de toekomst steeds moeilijker gaat worden. Als we naar Oost-Europa kijken, vind ik Hongarije de allerslechtste keus. Hongarije die loopt ook voor op in de agenda 2030. En als je dan kijkt naar Paraguay, daar is oneindig voedsel beschikbaar. En ik betaal daarvoor de allerbeste steak die je kan voorstellen. Zo'n mals, dat is ongelooflijk. Het kost je 4 euro per kilo. En er is land, zoveel land beschikbaar. Tot voor kort had land geen waarde. Grond had geen waarde. Dat kunnen wij ons niet eens voorstellen. Dus heel veel mensen hebben hun grond ook gratis gehad. Als ik daar ben, ik krijg aan alle kanten land aangeboden. Maar simpelweg, omdat er zoveel van is. Iedereen die dat verkoopt, dat is 100% winst. Want ze hebben het ooit gratis gehad. Ik heb daar mensen ontmoet, die zitten met een AOW daar. 1000 euro in de maand. En die leven als een koning. Die hebben geen zorgen. En die piekeren er niet over om in Rotterdam op een klein flatje te gaan zitten. En elke stuiver om te draaien. Ja, het is heel makkelijk om te gaan ondernemen hier in Paraguay. En je kan alles nog doen. Want er is nog niets. Dus als ondernemer heb je enorme kansen. Heb jij nog iets wat je zou willen meegeven aan de mensen die nu kijken? Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk en ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren. En die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom, dames en heren, bij deze alweer 9e aflevering van de videopodcast De Springplank voor Vertrek. Vorige week hebben we gesproken met Benjamin van Doorslaar uit Panama. Prachtig interview. En vandaag heb ik het genoegen om te praten met Jeroen Pols. Jeroen Pols die is bekend, bekende Nederlander, bekend voor veel mensen. En Jeroen heeft het plan te vertrekken naar Paraguay. Welkom, Jeroen. Dank voor de uitnodiging. Ja, hartstikke leuk om jou in deze videopodcast te hebben. We hebben natuurlijk vorig jaar al kennis gemaakt met elkaar tijdens MVO 2023. Daarin heb jij een prachtige speech gegeven over jouw achtergrond, de redenen van vertrek, maar ook de redenen waarom je hebt gekozen voor Paraguay. Laten we even kort kijken naar een fragment uit de MVO 23. Als ik hier de zaal in kijk, zie ik 1000 ondernemende mensen. Mensen, creatieve mensen, doeners. De ruggengraat van onze samenleving. En allemaal worstelen ze met hoe nu verder? Hoe ziet de toekomst van mijn kinderen er hier uit? Hoe stel ik mijn vermogen veilig? Het komt allemaal op hetzelfde terug. We vertrouwen onze overheid niet meer. Onze overheid, onze bestuurders die door ons betaald worden, die onze belangen moeten behartigen, die zijn voor zichzelf begonnen en breken het hele land tot op de bodem af. Mijn naam is Jeroen Pols. U kent mij waarschijnlijk vooral van Virus Waarheid, maar mijn gevecht voor de rechtsstaat, voor onze vrijheden, begon eigenlijk al 20 jaar geleden. En ik wil u vandaag, ik heb maar een half uur de tijd, ik probeer u vandaag mee te nemen door de reis die ik heb afgelegd voordat ik tot het besluit kwam, Nederland is niet meer mijn land. Nou Jeroen, zoals we net in het fragment uit MVO 23 hebben kunnen zien en kunnen luisteren, sluit je af met Nederland is niet meer mijn land. Vertel eens, hoe zie je dat? Ja, dat is op heel veel vlakken, daar geldt dat voor. Kijk, ik ben zelf, ik word dit jaar geloof ik 56. ik ben opgegroeid in de jaren 80 en dat is denk ik de beste tijd geweest die we ooit gekend hebben. Het was een tijd van vrijheid, van welvaart, alles kon. Je kon dromen over de toekomst, je kon alles worden wat je wilde. The sky was the limit. En ik heb dus heel bewust meegemaakt hoe het land veranderd is. Het is
rigide geworden. Het is, er is geen, de vrijheid is steeds minder geworden. De rechtsstaat is afgekalfd. We hebben ook geen toekomst meer. We hebben een overheid die zich tegen de bevolking gekeerd heeft. En ik heb dat gemerkt in, ik heb 20, even kijken, ik ben in 2003 begonnen als jurist. En ik heb de rechtsstaat zien afkalven. Ik heb het zien uitgehold zien worden. Ik heb jarenlang gewerkt voor de vader van Willem in Rotterdam. Daar heb ik gevochten tegen de stad Rotterdam. We hebben dat destijds wel gewonnen uiteindelijk. Vroeger won je uiteindelijk nog ergens. Bij de rechtspraak ook. Het was altijd een zwaar gevecht. Dat betekende dat je niet altijd gelijk kreeg, ook al had je gelijk. Maar uiteindelijk kon je ergens gelijk krijgen. En dat zie ik de laatste jaren niet meer. Dus elke rechtszaak kost heel veel werk, heel veel tijd, heel veel inspanning. En je weet van tevoren al, nou, ik maak, nou, je kan zeggen, de kans dat je wint is echt extreem klein. Soms win je. Ik heb, in Duitsland heb ik ook uiteindelijk mijn eigen belastingstrafzaak, ben ik in het gelijk gesteld. Die zaak die kwam uit Nederland aangewakkerd en geïnstigeerd vanuit Nederland om ons vermogen weg te nemen. Dat is het doel, dat is geen geheim, dat staat nu zwart op wit. En dat is ook een enorm gevecht geweest, maar daar heb ik een rechter getroffen van de oude stempel. Helaas ging die ook gelijk met pensioen, dat was de laatste zaak. Maar die maakte een duidelijk statement van met dit soort achterbaks, geniepig gedoe, doe ik niet mee. Hè? Want dat is wat onze overheid is, achterbaks en geniepig. Kijk maar eens naar de toeslagenaffaire. De overheid deinst er niet voor terug om mensen door de molen te halen. Mensen worden helemaal kapot gemaakt, mensen plegen zelfmoord. Het maakt ze niets uit. De emotie, de menselijke maat, de menselijkheid überhaupt is verdwenen. Het is een keiharde technocratische overheid. En die bedenkt zelf, de regels gelden alleen voor jou als burger, maar zelf verbuigen en breken ze alle regels en wetten als zoals het hun uitkomt. Het doel heiligt de middelen. En de laatste jaren is natuurlijk in een versnelling terechtgekomen. Ik bedoel, we hebben corona gehad, daar hoef ik het niet over te hebben. Daar hebben we allemaal ervaren wat voor een dictatoriale trekken onze overheid gekregen heeft. Daarna zijn die maatregelen weer weggegaan, maar dat betekent niet dat het beter wordt. Op de achtergrond gaat het keihard door de agenda. En dan komen we natuurlijk bij het volgende. Ik zie geen toekomst meer in Nederland. Ik ben heel pessimistisch over de toekomst. Ik was een paar jaar geleden was ik optimistisch. Ik dacht van ja, mensen die, als je aan hun vrijheden komt, uiteindelijk staan mensen op. Uiteindelijk komen mensen in verzet. En dat was een misvatting. Hè? Mensen zijn vooral bang. Mensen zijn bang ook buiten de groep te blijven. Mensen zijn verward. Ze weten ook niet wat ze moeten doen. Ik snap het ook. Het is een enorme machine. Maar uiteindelijk kan iedereen kan iets doen. Als je weigert te gehoorzamen aan regels waarvan iedereen kan begrijpen. Van dit is onzin. Als je bijvoorbeeld naar de boeren kijkt. Hoezo zijn ze zo verder in meegegaan? Waarom zijn ze zo'n stikstofboekhouding gaan bijhouden? En al die hoepeltjes die opgehouden worden. Kijk, het kenmerk van een totalitaire staat is dat iedere keer houden ze een hoepeltje op. Als je er doorheen springt, wordt het volgende hoepeltje staat alweer klaar voor je. En dat wordt iedere keer kleiner. Dus je kan niet je vrijheid terugkrijgen door mee te doen. De enige manier is op een gegeven moment zeggen, nu is het toe geweest, ik doe niet meer mee. En kijk, het allereffectiefste zou natuurlijk zijn als mensen stoppen met belasting te betalen. Waar ook, wat je ook juridisch zou kunnen beargumenteren. Alleen dat zijn geen middelen die voor individuele mensen geschikt zijn. Want dat kan je alleen maar doen als je het massaal doet. En als je het alleen doet, moet je het gewoon niet doen. Want je wordt vermalen. Hè? Als jij dat als eerste gaat doen, nou, ze sturen het leger op je af om te voorkomen dat andere mensen datzelfde idee krijgen. Dus het is heel moeilijk om hier uit te komen. En je ziet in Duitsland wel die boeren protesten, maar het gaat niet helpen, vooral ook omdat nog steeds mensen niet begrijpen dat de steeds verder oprukkende bureaucratie, de steeds verdere financiële kaalslag en mensen die je hebt steeds minder te besteden, dat is geen gevolg van maatregelen, het is het doel van de maatregelen. Wij worden door onze staat onteigend, dat is uiteindelijk het doel.
Ja, ik denk dat het nu kan je nog vertrekken, maar ik ben bang dat het in de toekomst steeds moeilijker gaat worden. Maar misschien ben ik veel te pessimistisch en gebeurt er een wonder. Het zou best kunnen, maar ik zelf zie het niet snel goed komen in Nederland. Want zelfs... Jeroen, jij zegt op de achtergrond gaat alles door, hè? Ja. Waar heb je het dan over? Oh, over de CBDC, de ontneming, hè, wat ze met de boeren doen, de visserij, wat ze aan het doen zijn, is het monopoliseren van de voedselketen, het water, schaars maken van water, schaars maken van alles wat een mens nodig heeft. Een enorme inflatie. En met die CBDC, daar kom je zo meteen. Kan je daar ook niet meer uit? Je hebt dan ook geen mogelijkheden meer om je te verzetten. Want op het moment dat jij de verkeerde dingen zegt, dan wordt je geld stilgelegd. Hè? Dat kan je dan niet meer gebruiken. Of je wordt andere dingen kan je niet meer. En dan is het te laat. Dan kan je niets meer doen. Want dan zit je al in de fuik. En daar worden we langzaam ingedreven. En ik verwacht dat ze later dit jaar die digitale identiteit gaan uitrollen. Dat staat op de agenda. Dit jaar? Ik verwacht dat ze daar later dit jaar mee gaan beginnen. En dat zal in het begin vrijwillig zijn. Je zal ook allemaal cadeautjes krijgen als je daaraan meedoet. Je kan dan bijvoorbeeld voor €100 bij Albert Heijn boodschappen gaan doen, dat soort dingen. En een groot deel van de Nederlanders, ik verwacht 60-70%, zal daar gelijk in zitten. Simpelweg omdat ze zich er niet aan kunnen onttrekken. Want met dat hele systeem van het rondpompen van geld, al die toeslagen, huurtoeslagen, zorgtoeslagen, toeslagen dit, toeslagen dat. Het is alleen maar bedoeld om mensen afhankelijk te maken. En als je straks daar gebruik van wil blijven maken, zal je die digitale identiteit en de digitale munt moeten gaan accepteren. En daarmee, dat is ook de hele opzet. Want, is dat niet de olifant in de kamer waar we het dan gelijk over hebben? De digital identity en de CBDC? Dat is het einddoel. Dat is het ultieme einddoel. En dan is het klaar. Hè? Want dan kunnen we, dan kan je in principe niks meer. Je kan niet meer reizen als het ze niet bevalt. Je kan niets meer. En ze verwachten zelf, de Europese Commissie die heeft een rapport opgesteld een aantal jaren geleden. En ze verwachten zelf dat 20% van de mensen niet zal meegaan. Dat is altijd diezelfde 20%. Alleen die 20% die zal een heel marginaal bestaan gaan leiden. Die moeten overleven aan de rand van de samenleving, waar ze niet meer aan kunnen participeren. Dus dan krijg je een soort alternatieve samenleving die heel beperkt is. En ja, dat wil ik mezelf toch besparen. En zeker met mijn karakter zie ik weinig toekomst. Want ik denk dat mensen als ik als eerst helemaal niks meer kunnen. Ja. Hey, voordat we naar Paraguay gaan, hè, zijn natuurlijk veel mensen die maken die afweging van ik wil wel weg uit Nederland, ik weet niet goed waar ik naartoe zou moeten. Veel mensen hebben als eerste optie Zuid-Europa, Spanje, Portugal. Ja. Hoor je veel mensen over. Wat zeg jij daarover? Ja, kijk, platteland van Portugal en Spanje. Het zal ongetwijfeld nog een aantal jaren dat je daar je redelijk veilig kan voelen. Maar mocht dit plan niet gestopt worden, je zit nog steeds in Europa. En Europa is dus, ik denk, een van de slechtste ofwel de slechtste plek ter wereld om op dit moment te zitten. Mm-hmm. Europa die heeft die hele 2030 agenda totaal omarmd en doet dat ook met een radicalisme, een ongekende radicalisme die we in veel plekken de rest van de wereld niet zien. Tegelijkertijd wordt er flink oorlog gehitst. Nu denk ik niet dat bij ons gelijk een oorlog uitbreekt. Maar ik verwacht wel dat in het oosten van Europa dat er toch flink met oorlog begonnen zal worden. En dat ook met de oorlog in Oekraïne. En dat de stemmen gaan al op om weer dienstplicht in te gaan voeren. Dus er zijn grote plannen om die oorlog naar een hoger niveau te tillen. Vooral nu die agenda niet lekker loopt. Is te verwachten dat ze alleen maar verder zullen radicaliseren. Dus ik denk niet dat ze zich terug gaan trekken, maar juist nog een tandje hoger gaan zetten. Want er is geen weg terug. Hè. Ze zijn te ver gegaan. Mocht dit ooit vallen, dan weten ze dat ze worden. Ze hebben geen schijn van kans. Ze komen allemaal voor het gerecht. Dus deze mensen die hebben geen keuze meer. Die kunnen alleen maar één ding en dat is vooruit. En we zien wel hoe ver we komen. Hey, en hoe bedoel je dat? Omdat de agenda niet lekker loopt? Waar merk jij aan dan dat de agenda niet lekker loopt?
Verschillende dingen. Ik heb zelf het idee dat alles wat ze hebben opgelijnd en in de stijgers hebben gezet, dat in principe wel volgens het plan verloopt. Nee, dat idee heb ik niet. Bijvoorbeeld met corona, met die zogenaamde vaccinaties, daar hadden ze hele grote plannen mee. Dat wilden ze jaren gaan rekken en jaren dat herhalen met die lockdowns en noem maar op. En men heeft onderschat hoe snel die informatie zou verspreiden. En dat is hun grootste bedreiging, informatie. Ze zijn ontmaskerd. Deze mensen die zijn niet gisteren begonnen, die zijn al ik weet niet hoe lang bezig. Maar ze hebben dat altijd anoniem op de achtergrond kunnen doen. Maar die anonimiteit is nu weg. We weten nu wie onze vijanden zijn. En dat is voor hun de grootste bedreiging. Dus daarom hebben ze ook nu belang om een tandje hoger te gaan. Die agenda dat niet lekker loopt, mede door het verspreiden van de informatie. Ik zie bijvoorbeeld, ik ben nu in Duitsland. Ik zie bijvoorbeeld, ik was gisteren nog bij een advocaat. En ik was gisteren nog bij een makelaar. En die had ik al een paar jaar geleden gesproken. Toen waarschuwde ik je al en had ik het over deze dingen. En dan zeiden ze, ja, weet je, die namen dat niet erg serieus. En ze dachten, nee hoor, ik kan lekker verdienen met al die faillissementen. Want dan zijn er, die makelaar die dacht dat ook. Maar nu, gisteren, allebei op één dag. Ze kwamen allebei met het verhaal dat onze samenleving gesloopt wordt door een elite. En dan noemden ze ook nog de BlackRock en de Rothschild en noem maar op. En jij zegt, goh, vertel eens. Ja, precies. Maar ook de advocaat, die was zelf bij de CDU in Duitsland. Hij is raadslid. En hij heeft zijn raadlidschap, tenminste zijn lidmaatschap van CDU opgezegd. Is nu bij Georg Maaßen, die nieuwe partij. Daar kun je ook een en ander van denken. Ik stel daar mijn vraagtekens bij. Maar de beweging is er juist. Dus mensen in Duitsland, omdat ze zijn in Duitsland al stappen verder. De verarming is hier veel verder doorgevoerd. Ze zijn veel fanatieker bezig geweest. Ik weet het zelf. Je kan hier als ondernemer niets meer verdienen. Plus de omvolking is hier al 10 stappen verder als in Nederland. Als ik hier op straat loop, ik zie geen Duitsers meer. Weet je, dat viel me al jaren op, maar het is nu extreem geworden. Duitsland loopt echt voor. Ook de verpaupering die je ziet, de armoede die je ziet. Zeker in het noorden van Duitsland, die lopen echt voor op Nederland. Nederland is wat dat betreft nog steeds te welvarend. En zolang mensen geld hebben, het nog niet genoeg voelen, ja, dan blijft men ook meedraaien met die hele kermis. Ja. Hoe kijk je aan tegen Oost-Europa? Mensen die bijvoorbeeld willen vertrekken naar Hongarije of daarom liggende landen? Ja, ik zal eerst even afmaken. Zuid-Europa, ik denk dat als die agenda doorgaat, het platteland wordt uiteindelijk ook leeggeveegd en onteigend. Hè? Dus dat staat in het plan. Hoe ver ze daarmee komen, zullen we zien. Als we naar Oost-Europa kijken, vind ik Hongarije de allerslechtste keus. Hongarije die loopt ook voor in de agenda 2030. Veel mensen denken dat Orbán een of andere vrijheidsstrijder is. Nou, het tegendeel is waar. Orbán is een echte dictator die al veel vroeger met de agenda begonnen is. Elke ondernemer in Hongarije zit direct aangesloten op de Belastingdienst. Je hoeft zelfs geen aangifte meer te doen. De BTW wordt gelijk verrekend. 27% BTW. Het prijsniveau van levensmiddelen in Hongarije is ongelooflijk hoog. Dat is duurder nog dan bij ons. Ook de digitalisering loopt ver vooruit. Dus het enige dat hij af en toe schreeuwt over stromen buitenlanders. Kijk, wat hij wel mee heeft is dat hij is niet ideologisch gedreven. Hij is gewoon macht en geld gedreven. Dus iedere keer roept hij weer wat en dan blokkeert hij weer wat en dan betalen ze geld en dan doet hij weer mee. Dus ik vind Hongarije de allerslechtste keus. Bulgarije en Roemenië, daar zijn denk ik nog wel gebieden op het platteland waar je nog echt wel een tijd vrijheid kan genieten. Zeker Bulgarije, die mentaliteit van die bevolking, die is ook veel meer gericht op vrijheid. Dus ja, als je dan voor Oost-Europa kiest, zou ik daar kiezen. En wat een land wat mij heel erg aanspreekt is Albanië. Daar ben ik ook wezen kijken. Het enige nadeel van Albanië is dat met al die oorlogsdreigingen dat je in een gebied zou kunnen komen te zitten wat midden in een conflict zit. Maar als we dat terzijde laten, Albanië sprak mij in Europa het allermeest aan.
De vrijheid die je daar voelt. Kijk, die sociale cohesie van een land is doorslaggevend. Wat ze bij ons gedaan hebben, de cohesie hebben ze vernietigd. We moeten allemaal naar boven, naar de overheid kijken. Vadertje staat en die mensen om ons heen. Wij allemaal individualisten zijn we geworden. Maar ik begin nu pas de waarde te zien van familiebanden, van het sociale netwerk. En in landen waar ze minder sociale voorzieningen hebben, zijn mensen meer aangewezen op elkaar. Dus mensen zijn afhankelijker van elkaar. En dat maakt juist een bevolking sterk en weerbaar tegen dit soort grepen die onze vrijheid wegnemen. En wat maakt Albanië dan voor jou dan zoveel beter dan bijvoorbeeld Slowakije? Slowakije hoor je ook best wel goede geluiden over. Ja, in Slowakije weet ik toevallig van verhalen van het platteland. Daar is men ook heel vrijheidsbewust. Daar loopt men ook echt nog wel achter. Weet je, krijgt men nog weinig mee. Ik kan me ook daar voorstellen dat je op het platteland, en de steden moet je vermijden, maar op het platteland kan je echt nog wel een tijdje vooruit. Ja. Maar je zegt ook de steden moet je vermijden, dat soort landen. Ja, absoluut. Ja. Als je ook Albanië en Slowakije? Nou, Albanië, die kijk, het probleem met Albanië is, ze zijn nog niet bij de EU, maar er zijn een paar politici die willen daar wel bij. Hè? En daar zijn ze ook hard mee bezig. Dus ik kan me voorstellen dat ze in de toekomst erbij komen. Maar kijk, die Albanese, die trekken zich niet veel van een overheid aan. Ze leiden hun eigen leven en ik vond het een ongelooflijk gastvrij land. Ik voelde me ook onvoorstelbaar veilig overal. Je voelt je nergens bedreigd. Je voelt nergens van dat je denkt, oh. Nee, ik vond het een fantastisch land. En met mensen die echt voor zichzelf zorgen en met de overheid helemaal niets te maken willen hebben. Oké, nou, voordat we de sprong maken, de plas over, wil ik nog eventjes Zweden aan je voorleggen. Ja. Want daar, Zweden valt ook wel een beetje op natuurlijk in Europa ten aanzien van beleid waarin ze niet in meegaan. Ook in de COVID-tijd waren ze anders dan de andere landen. Hoe kijk je aan tegen Zweden? Ja, ik vertrouw Zweden niet. Tijdens corona deden ze niet mee. Maar je moet niet vergeten, als je kijkt naar de verschillen tussen de landen, tussen het coronabeleid gevoerd is, hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe strenger. Waarom? Zweden liep al ver voor. Je kan al de inkomens van je buren vinden online. Dat kan je gewoon opvragen. Ze zijn heel erg gezagsgetrouw. Ze volgen de overheid blind. En ook met die vaccinaties, ze hadden die lockdowns nauwelijks nodig om mensen flink te vaccineren. Dus ja, ik geloof niet zo dat Zweden. Je hoort wel geluiden nu dat ze beginnen met. Dat ze die 2030 willen loslaten. Dat ze met energie. Het zou kunnen dat ze langzaam aan het kantelen zijn. Dat ze langzaam teruggaan, want ze liepen voor. Dus het zou kunnen dat ze inderdaad. Ik heb het nog niet echt keihard gezien, maar het schijnt. Er gaan geluiden dat ze die agenda 2030 willen gaan verlaten. Ja, we gaan het zien. Ik vertrouw het niet helemaal. Want Zweden heeft ook meegedaan met alles. Ze hebben al bijna geen contanten meer. Je kan bijna nergens meer betalen met contant geld en dat soort dingen. Dus Zweden is voor mij, wat mij betreft, geen voorbeeld van een land waar je vrijheid gegarandeerd is. Dus we komen uit in Zuid-Amerika. Ja, onze keuze is uiteindelijk op Paraguay gekomen. We hebben echt heel veel landen bekeken en je kwam toch steeds weer daaruit. Dat is geen Uruguay, even voor de mensen. Paraguay en Uruguay lijken natuurlijk qua naam erg op elkaar. Ja. Maar het is geen Uruguay. Absoluut niet. Uruguay heeft bijvoorbeeld ook een 15-minuten stad, een C40 stad. Uruguay doet ook vol mee met die agenda. Prijsniveau is veel hoger in Uruguay. Het verkrijgen van een verblijfsvergunning is veel moeilijker. Dus daar waren een hoop facetten dat we dachten van. Uruguay is niet het land. Ze hebben destijds ook een rechter gehad, die heeft het gedurfd om die prikken, die COVID-prikken,
te verbieden of in ieder geval daarmee te laten stoppen. Maar dat is ook gelijk door het in hoger beroep weer teruggedraaid. Dus ja, heel jammer. Het is een prachtig land, maar dat is uiteindelijk niet onze keuze geworden. En wat is de reden waarom het Paraguay is geworden? Vertel eens, wat maakt Paraguay voor jullie het land waar je moet zijn, waar je wil zijn? Nou, er zijn er heel veel facetten. Eén is, als je daar bent, ga je 30, 40 jaar in de tijd terug. Zo voelt het ook echt. Hè? Het is nog, het is een vergeten land. Waarschijnlijk ook omdat ze geen kust hebben. Dus het is voor veel mensen helemaal niet aantrekkelijk. Ze hebben geen toerisme. Het is heel makkelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. Ze verwelkomen immigranten met open armen, vooral uit Europa. Die worden echt met alle egards ontvangen en kunnen niet genoeg komen. Dat hoor je ook overal waar je komt. Oh, dank dat je hierheen komt, fijn dat je hier wil investeren. Mensen zijn oprecht blij als ze je ontmoeten en je bent uit het buitenland. De vrijheid die je daar voelt, dat is echt, als je daar rondrijdt en zo, dan voel je weer die vrijheid. De infrastructuur is natuurlijk allemaal wat minder. De overheid heeft nauwelijks budget. Dat is voor mij ook een hele belangrijke, want de enige goede overheid is een arme overheid. Hè. Een land is pas rijk als de mensen rijk zijn, niet als de overheid rijk is. Hè. Dat is juist omgekeerd. Mensen zijn heel goed in staat om zelf hun geld uit te geven. Daar hebben ze geen overheid voor nodig. En op het moment dat de overheid alles gaat bepalen, wordt alles verstikt. Zoals in Nederland, alle bedrijvigheid, alle ondernemerschap, het wordt allemaal verstikt. Nou, Paraguay is een ondernemersparadijs. Belastingen zijn enorm laag. En dat is niet alleen omdat ik geen belastingen wil betalen. Ik wil best wat bijdragen aan een goed functionerende staat. Nee, het is vooral belastingen is een manier van repressie. Het geeft altijd een haakje om bij je binnen te vallen. Zoals bij mij ook gebeurd is. Ik ben uiteindelijk vrijgesproken, maar zijn bij ons ook met 300 man binnengevallen. Nou, dat zal je daar niet zo snel gebeuren, omdat belasting is een vrij nieuw begrip voor Paraguayanen. Als je begint over erfbelasting of zo. Ze hebben geen idee waar je het over hebt. Simpelweg, het bestaat niet. BTW is nog niet zo lang geleden ingevoerd. Loonbelasting kenden ze vroeger helemaal niet. Ik zeg niet dat het zo blijft. Hè. Daar zijn ook machtswellustige politici. Het enige is, ze hebben veel minder mogelijkheden, veel minder grip op het land. Ten eerste omdat ze zo weinig budget hebben. Als je kijkt naar de politie, die moeten loodjes verkopen om benzine te kopen. Dus ik heb ook een paar loodjes gekocht, zodat ze weer wat benzine in een politieauto kunnen gooien. En daar was ook die opmerking bij van ja, maar ze zouden eigenlijk meer geld moeten hebben. Nou, ik zeg, het is prima zo, laat ze maar loodjes verkopen voor een benzine. Want een overheid met heel veel geld, daar komt alleen maar ellende van. En wat je daar ook ziet, kijk, dan kom je weer bij hetzelfde uit, de sociale cohesie. Het is een conservatief land, familiebanden zijn heel erg belangrijk. En dan functioneert het land en dan is een land ook veilig. Want Paraguay is het allerveiligste land van Zuid-Amerika, ook al hebben ze hele vrije wapenwetten. Er is een enorm wapenbezit, wat ik inmiddels een voorwaarde vind, heb ik ook gezegd tijdens MVO. Een voorwaarde voor een functionerende democratie is dat de bevolking zwaar bewapend is. Op het moment dat er een idioot opstaat en denkt jouw vrijheid weg te kunnen nemen, dan bestorm je het parlement en het regeringsgebouw en dan hou je nieuwe verkiezingen. Kijk, zo functioneert een echte democratie. Dat klinkt misschien in onze gehersenspoelde hersenen radicaal, maar dat is het niet. Dat is ook het idee achter het Amerikaanse wapenbezit. Dat is de achterliggende gedachte. En als je weet als politicus dat je bevolking bewapend is, dan zou je het ook niet in je hoofd houden. En dat dat niet alleen denkbeeldig is, is een aantal jaar geleden heeft een president hier in Paraguay geprobeerd om een extra termijn eraan vast te plakken. Dat is verboden sinds Stroessner. Die was 35 jaar een dictator daar. Dus ze hebben nog heel veel frisse herinnering aan hoe dat werkt in een dictatuur. En ze accepteren dat dus ook niet. Dus op het moment dat hij dat voorstel deed, is ook daadwerkelijk
het regeringsgebouw bestormd en in brand gestoken. En dat plan is ook niet teruggekeerd. Mensen, ik heb ook andere mensen die in mijn netwerk daar, die vertelden over 10 jaar geleden wilden ze daar een nieuwe belasting op agrarische producten invoeren. En hij heeft samen met die mannen toen het hele land lam gelegd, plat gelegd. Dus alle wegen geblokkeerd. En binnen een paar dagen was het plan van tafel en is ook nooit meer teruggekomen. En zo hoort dat te functioneren. Hetzelfde is gebeurd vorig jaar, meen ik, of het jaar daarvoor. Daar wilde de politiek ook proberen om die benzineprijs flink te verhogen, zoals bij ons. Gelijk het ging geloof ik naar 1,30 euro. Dat was de verhoging, meen ik. 1 euro ze hebben het hele land platgelegd en binnen 24 uur is het plan van tafel gegaan. En nu kost het weer 85 cent per liter. Ja. En zo is het ook met de rest van energievoorziening. Het land heeft oneindige elektriciteit. En het is ook nog allemaal groene energie, want het is een waterdam die dat produceert. En de mensen hebben ook daadwerkelijk profijt daarvan. Zoals bij ons, het gas in Nederland zou gratis moeten zijn voor de mensen. Of een hele kleine vergoeding. Het is gas, het komt uit de grond, het is van ons allemaal. Maar wij betalen de hoogste gasprijs in Europa. Nou, in Paraguay betaal je 5 eurocent per kilowattuur. Dus je kan je airco laten draaien wat je wilt. Wij betalen op dit moment 20 euro per maand aan stroom. En dan is dat zou normaal moeten zijn. Hè? Wij denken dat is, oh, wat is dat goedkoop? Nee, bij ons zou goedkope energie is een voorwaarde voor een bloeiende samenleving, voor een bloeiende economie. En als je ziet wat een aandeel van ons inkomen op dit moment gaat gewoon om een gasrekening te betalen en de benzine. Eigenlijk is het waanzin dat we daarin meegegaan zijn en dat maar geaccepteerd hebben. Ja. Ja, het zijn van die typische zaken die je dan ook schetste. Als dit mogelijk is, dan is heel veel mogelijk. Als wij dit accepteren, ja, als bevolking, dan accepteren we bijna alles. Ja, maar je komt altijd terug bij die kikker in het water die je langzaam gaat koken. Het gaat in zo'n kleine stapjes dat je merkt het pas op een gegeven moment dat je denkt, hey, maar waar is mijn vrijheid gebleven? Hè? En waar is mijn inkomen gebleven? Mensen gaan er nog steeds in mee. Dus kijk eens naar die supermarkten, wat die gedaan hebben. Hè? De rol van de supermarkt in Nederland. Die waanzinnige prijsverhogingen. De hele middenstand is in een faillissement gedreven. De zelfstandigen zijn in een faillissement gedreven. Maar die supermarkten, die hebben recordwinsten gehaald. Die halen nog nooit zo'n omzetten en winsten als nu. En die spelen dus ook een hele belangrijke rol in de uitrol van die agenda. En die vergeten we wel eens. Hè? En als je dan kijkt naar Paraguay, daar is oneindig voedsel beschikbaar. En ik betaal daarvoor de allerbeste steak die je kan voorstellen. Zo'n mals, dat is ongelooflijk. Het kost je 4 euro per kilo. En dan heb je het allerduurste vlees. Je kan ook voor een euro per kilo. Het hele levensonderhoud is ongelooflijk goedkoop. Staat natuurlijk tegenover dat je moet wel ondernemer zijn of je moet geld hebben. Want als je daar moet overleven van een inkomen uit arbeid, dat kan je vergeten. Het inkomen is daar 200-300 euro. Het betekent niet dat die mensen arm zijn, want ondanks dat het inkomen heel laag is, kunnen ze van dat geld rondkomen, omdat het levensonderhoud zo goedkoop is. Hè? Er is zoveel land beschikbaar, tot voor kort had land geen waarde. Grond had geen waarde, dat kunnen wij ons niet eens voorstellen. Dus heel veel mensen hebben hun grond ook gratis gehad. Als ik daar ben, ik krijg aan alle kanten land aangeboden. Maar simpelweg, omdat er zoveel van is. Iedereen die dat verkoopt, dat is 100% winst. Want ze hebben het ooit gratis gehad. Ja, prachtig. Hey, randzaken als onderwijs, zorg, dat soort zaken. Hoe is dat daar geregeld? Ja, openbaar onderwijs, dat is natuurlijk slecht geregeld. Want er is weinig...
bedoel, als je weinig belasting hebt, heb je ook weinig publieke voorzieningen. Dus onderwijs wordt meest, mensen die iets van geld hebben, die sturen kinderen naar privéscholen. En dan is dat niet eens zo'n idiote bedrag, zijn dat, hoor. Dan denk je aan €50 per maand. Dat kost een privéonderwijs in veel plaatsen. Er zijn wel plaatsen 50 waar, euro per maand? €50 per maand per kind. Er zijn wel duurdere omgevingen, bijvoorbeeld in het noorden van Paraguay, Chaco is een heel afgelegen gebied. Nou, daar zijn die prijzen wat hoger van onderwijs. Maar in de rest van Paraguay zijn privéscholen die kosten €50 per maand. Maar dan heb je heel behoorlijk onderwijs. Dan heb je gewoon goed onderwijs. Vergeet niet, ons onderwijs is natuurlijk al lang helemaal niet goed meer. Hè? Wij denken altijd dat het goed is, maar het is alleen nog maar propaganda. Kijk, het is goed dat je leert rekenen en schrijven en noem maar op. Maar de rest wat onze kinderen leren, ik schrik wel eens als ik in de schoolboeken van mijn zoon kijk en dan denk ik, het is allemaal alleen nog maar hersenspoelen. Het gaat over klimaat, het gaat over genderen, het gaat over alle gekheid die je maar kan bedenken. Dus ja, hoe goed is ons onderwijs nog? Ik denk dat soms dat je beter af bent zonder onderwijs tegenwoordig, want dan kan je frisser tegen de dingen aankijken dan dat je onderwijs genoten hebt. En we hebben ook gezien hoe hoger je opleiding, hoe slechter mensen kunnen nadenken nog. En dan zorg, daar geldt hetzelfde verhaal voor. De publieke ziekenhuizen, daar wil je echt niet in terechtkomen. Dat is gewoon ronduit slecht. Maar privé ziekenhuizen, die zijn goed. Dat betekent, kijk, voor bepaalde, ik heb dan toevallig met een cardioloog gesproken, die daar werkt in een ziekenhuis in Encarnación. Dat is de tweede grootste stad. Kijk, voor grote hartoperaties bijvoorbeeld, die worden, moet je of naar Argentinië of je moet naar de hoofdstad. In de rest van het land kan dat niet. Dus er zijn wel wat beperkingen, maar het is wel goed betaalbaar. Dus, bij ons zijn die kosten zo enorm gestegen, omdat het allemaal uit de staatsruif betaald wordt. Op het moment dat mensen het zelf moeten betalen, dan betaal je de echte prijs en dan zie je dat we aan alle kanten opgelicht worden. Als mensen dit zo horen, dan denk ik dat men heel erg geïnteresseerd is. Althans, ik ben erg geïnteresseerd. Wat zou je mensen adviseren? Nou, ik zou ten eerste adviseren om gewoon te gaan kijken. Je moet eerst feeling krijgen, is het iets voor mij? Want Paraguay is voor ons misschien een goede keuze, maar voor iemand anders niet. Je zal toch ofwel een vast inkomen moeten hebben. Kijk, ik heb daar mensen ontmoet, die zitten met een AOW daar, €1000 in de maand. En die leven als een koning. Die hebben geen zorgen. En die piekeren er niet over om in Rotterdam op een klein flatje te gaan zitten. En elke stuiver om te draaien. Dus die heb je. Maar ik zie vooral Duitsers. Die op een gegeven moment toch weer teruggaan. Omdat ze het niet redden. Omdat ze geen ondernemers zijn. Omdat ze denken dat je, als je bijvoorbeeld verpleger bent, dat je dan een inkomen kan krijgen waar je ook van kan leven. Echt. Maar ja, als je dan af en toe het zou terug willen vliegen of zo. Dat gaat niet als je zo'n inkomen hebt. Dus mensen hebben daar soms een verkeerde voorstelling voor. En ja, voor die mensen is Paraguay niet de juiste keuze. Maar ik denk voor heel veel mensen die van vrijheid houden en die ook nog durven om risico's te nemen. Ik denk dat het een prachtig land is, want je kan alles nog beginnen. Er is nog helemaal niets. Als je ziet waar mensen daar nog blij van worden, dan denk je van dit. Ja, dit. Ik sprak iemand die zijn eigen huis aan het bouwen en die had een zwembad. En daar zat dan een. Die kon je afdekken met een elektrisch openende afdekking. Ja, dat is iets te denken. Dat is overal de rest van de wereld is dat de normaalste zaak ter wereld. Maar daar zijn dat dan echt de nieuwtjes uit het buitenland. Dat soort dingen. Dus jij zegt, ga daar gewoon een keer kijken. Reis door het land. Maak kennis met de mensen, met de cultuur. Jij zegt ook, zorg dat je ook wel buitenlands inkomen hebt. Dan wel dat je vermogen hebt, dan wel buitenlands inkomen. Want je moet daar niet naartoe gaan om daar in loondienst geld te gaan verdienen. Nee. Nee, of ook niet daar een bedrijfje te starten, denk ik? Jawel, dat juist wel. Je kan
Ja, het is heel makkelijk om te gaan ondernemen hier in Paraguay. En je kan alles nog doen, hè, want er is nog niets. Dus als ondernemer heb je enorme kansen. En het is allemaal zo onbureaucratisch. Je begint gewoon en op een gegeven moment formaliseer je dat. Maar waar liggen de kansen? Enorme vrijheid van ondernemen. Waar is behoefte aan? Waar liggen de kansen als ondernemer? Nou, werkelijk op elk gebied. Toen we de eerste keer daar waren, waren er nauwelijks nog fitnesscentra. Nou, inmiddels schieten die uit de grond. Maar een goede koffiebar of een broodjeszaak. Of ik hoorde iemand anders een autospuiterij, noem maar op. Werkelijk alles is er nog te doen. Alles. Er is, want ze lopen echt 30, 40 jaar achter. En er is werkelijk nog niets. Hè. Dus als je daar rondloopt, zie je ook zoveel ideeën komen in je op. Van, oh ja, dat zou je ook kunnen beginnen. Ook niet. Ja. We gaan zelf gaan we dan met onroerend goed aan de gang. Daar hebben we ook ervaring in. En wat ga je precies doen? Nou, we willen in ieder geval, we hebben grond gekocht en daar willen we gaan bouwen om een deel voor woningen voor bijvoorbeeld mensen die plan B willen. En een deel willen we verhuren voor mensen bijvoorbeeld die uit Nederland komen en die willen aan tijd willen wonen terwijl ze zelf bouwen of wat dan ook. Maar daar is vraag naar moderne westerse woningen, want die worden op dit moment nog heel weinig aangeboden. Onroerend goed is naar onze verhoudingen echt nog heel goedkoop. Ik zelf zit dan in een dure gebied. Dat is voor Paraguay is dat echt wel een stuk duurder. Dat is Hohenau, dat zijn de Duitse koloniën, noemen ze dat. Dat zijn er 3 koloniën. En daar is de grond en de huizenprijs is een stuk hoger. Simpelweg, de mensen zijn ook veel welvarender dan in de rest van het land. Het zijn ook bijna allemaal afstammelingen van immigranten. Dus dat is, echt wel een ander gebied. Maar er zijn gebieden in Paraguay, daar koop je echt voor een paar duizend euro koop je daar hectares grond en een goede grond. Dus, wat is de taal dan daar? Is het Duits, Duitstalig? Duits is de tweede taal. Dus op heel veel plekken kan je met Duits terecht. Spaans is de eerste taal. En daarnaast heb je Guarani, dat is de Indiaanse taal. De oorspronkelijke native taal. Maar dat, ik denk niet dat ik dat snel zal gaan leren. Ik spreek zelf Spaans. Ik denk wel dat dat een voorwaarde is dat je dat gaat leren als je in Paraguay woont. Maar om te beginnen kan je in ieder geval met Duits al een heel eind. Engels wordt niet gesproken, dat kan je echt vergeten. Je komt niemand tegen die Engels spreekt. Maar Duits, veel mensen, zeker wat iets oudere mensen, die hebben nog Duits op school gehad. Dus die kunnen daarmee op zich goed uit de voeten. Ja. Je had het ook over de mogelijkheid om residentie te krijgen in Paraguay. Ja. Hoe gaat dat? Nou, toen wij begonnen was het nog wat gecompliceerder. Dan moest je eerst ook een borgstelling van $5,000 neerleggen. Die moest je bij een bank betalen en dat bleef dan een tijd staan. In de afwachting van je verblijfsvergunning en dan kreeg je dat terug. Dat hebben ze afgeschaft. Dus de drempel is lager geworden. Het enige wat ze wel veranderd hebben is dat je het nu voor 2 jaar krijgt. Eerst kreeg je het permanent. Nu krijg je het eerst 2 jaar. En daarna moet je dat verlengen en dan krijg je hem geloof ik voor 10 jaar. Dat hebben ze gedaan omdat heel veel mensen hebben een verblijfsvergunning gehaald en die zijn daarna nooit meer teruggekomen. Dus er waren onvoorstelbaar veel spookbewoners die daar helemaal niet woonden. En om dat te voorkomen, om dat bestand te zuiveren, moet je dus in ieder geval 1 keer per jaar moet je in Paraguay zijn. En dan kan je ook daarna je verblijfsvergunning gewoon verlengen. En de kosten zijn ook, als je het vergelijkt met andere landen, is het echt heel eenvoudig en betaalbaar. Nou, wat moet je doen, concreet, om zo'n residentie te verkrijgen? Nou, je kan natuurlijk allemaal zelf gaan doen en al die instanties aflopen, maar dat raad ik niet aan.
Kijk, wij bieden bijvoorbeeld een pakket all-in aan voor 2100 euro. Daar zit ook jullie, een paar... dat doe jij, ja. Of dat doen jullie? Ja, het project Paraguay. We hebben ook een website. 2100 euro en daarvoor heb je een paar nachten hotel. En dan word je in een paar dagen, alle instanties word je meegenomen. Ze doen alles en je hoeft ook niet meer terug te komen. Want als je het zelf gaat doen, dan moet je eerst je verblijfsvergunning... dat is in twee delen. En daarna krijg je pas de zogenaamde cedula. Die moet je dan daarna aanvragen. Nou, bij ons gaat het in één keer. Onze contacten die hebben gelijk ook al de aanvraag voor die cedula maken ze klaar. Dus op het moment dat die verblijfsvergunning er is, dan krijg je ook... daarna doen ze gelijk de cedula aanvraag. En dat gaat in, dus daar hoef je niet meer voor terug te komen. Dus als je dan een paar maanden later komt, heb je gewoon je cedula en je verblijfsvergunning. Hoe kom ik bij dat project Paraguay? Wat is de website? Ja, dat is projectparaguay.nl is dat. Dus, ja, en we hebben ook een Telegram groep, Project Paraguay. Dus daar vind je een hoop informatie. Ik heb daar veel ervaringen gedeeld daar. Wat foto's, filmpjes, verhaaltjes. Hoe dat daar allemaal gaat. Oké, dus via projectparaguay.nl kom ik dan bij jullie terecht. Ik moet dan één keer naar Paraguay toe. Ja. Ja. Dat is een voorwaarde? Ja, dat klopt. Nou, dat lijkt me ook niet gek, want dan kan ik dan gelijk het land een beetje verkennen. Ja, dat is wat de meeste mensen ook doen. Die gaan er naartoe, die vragen hun verblijfsvergunning aan en die gaan dan rondkijken een paar weken. Ja. Dan gaan ze weer naar Nederland. Dat is wat een hoop mensen doen. Dus, en dan heb je in ieder geval plan B. Hè. Dus je hebt dan een plek waar je altijd weet van, daar kan ik terecht. Ja. En ook voor je kinderen is het makkelijk te regelen dan? Ja, zeker. En jonge kinderen, dat kost een stuk minder. Ik geloof dat doen ze voor iets van 1000 euro, de helft. Hoef je ook geen VOG voor te hebben. Dus dat is allemaal een stuk eenvoudiger. Dat is vrij eenvoudig allemaal. Ja, heel goed. Heb jij nog iets wat je zou willen meegeven aan de mensen die nu kijken? Ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om na te denken over de toekomst. Hè. Het is op dit moment redelijk rustig en dat is, ik vind dat heel verraderlijk, want veel mensen zijn toch weer een beetje in slaap gesukkeld en die krijgen straks een harde rekening. Dus ik denk dat je in ieder geval voorbereid moet zijn dat je ofwel in Nederland blijft en je dan ook voorbereidt op dat het echt geen fijne tijd gaat worden in Nederland, of echt gaat rondkijken van waar kan ik nog meer naartoe. En of dat dan Paraguay is, dat anderen komen misschien bij andere landen uit. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je over een plan B nadenkt. En wat ik zeker nog wil zeggen, kijk, Paraguay is niet het beloofde land. Ik ga ergens vandaan waar ik vroeger fijn heb gehad en ik zoek een land waar ik goed kan leven. En dat is Paraguay. En ook daar zal je dingen tegenkomen die niet fijn zijn. Het voordeel is, Nederland is een van de corruptste landen ter wereld, maar jij en ik hebben daar geen toegang toe. Daar kan alleen maar een kleine elite die daar gebruik van kan maken. Nou, Paraguay is natuurlijk ook corrupt, alleen is daar de corruptie gedemocratiseerd, noem ik dat maar. En dat biedt een hoop voordelen. Ook daar kom je problemen tegen, maar alle problemen zijn op te lossen. En dat is het verschil met Nederland. In Nederland zijn je problemen niet meer op te lossen. En daar is dat nog wel. Dus nogmaals, het is ook Paraguay kent zijn nadelen. Maar ik denk dat het zeker een land is waar je naar kan gaan kijken als plan B. Of als je zegt, ik ben al klaar om te gaan, om daarheen te gaan. Ja, we hebben natuurlijk in april, op 12 april, hebben wij voor de tweede keer weer de masterclass voor ondernemers in Pathé Ede. Ook daar zullen we nu weer 1000 ondernemers gaan ontmoeten die zich willen voorbereiden op de toekomst. Dit jaar staat de masterclass in het teken van de springplank voor vertrek. Omdat er eigenlijk steeds meer mensen zijn die zeggen, ik wil me voorbereiden op een toekomst. En die toekomst ligt niet in Nederland. Je kunt je bijna niet voorbereiden in Nederland op de toekomst, want er valt niks voor te bereiden. Dus de enige oplossing is dan vertrekken. Precies. En zeker als je ondernemer bent. Ja. 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 Zodra die digital identity wordt ingevoerd,
koppeling met de CBDC, koppeling met je vaccinatiestatus en je wil er niet aan meedoen, dan houdt het op. Ja. Ja. Of je zal inderdaad in de marge van de samenleving terechtkomen. Ja. Voor hoe die er ook uit zal zien, no one knows. Maar dat is niet de toekomst die je wil voor jezelf en voor je kinderen. Nee, kijk, en dat is waar. Maar het is voor zoveel mensen zo lastig om dat te begrijpen, ja, dat dat de toekomst is. Ja, maar ik snap dat ook wel, dat mensen dat lastig vinden. Kijk, mensen die betalen tot 80% van hun inkomen gaat naar de staat. En dan mag je toch eigenlijk erop vertrouwen dat zij, dat je daarmee je zorgen afgekocht hebt en dat jij je kan wijden aan het genieten van het leven, de dingen doen die je leuk vindt. En het is een hard gelag voor mensen om te beseffen dat die staat hun vriend niet is, maar hun vijand is. Hè? Dat zij voor zichzelf begonnen zijn en zich tegen jou gekeerd hebben en dat jij het doelwit bent geworden. Dus dat is voor mensen nauwelijks zelfs als ze het rationeel begrijpen, het gevoel ontbreekt nog. Maar ja, dat op het moment dat het zover is dat je het niet anders kan dat je het voelt, dan kan het te laat zijn. En zeker als ondernemer, de richting is duidelijk. Je verdient steeds minder, de lasten worden hoger, de bureaucratie wordt nog erger. En dat heeft allemaal maar één doel. En dat is te zorgen dat jij stopt met ondernemen, dat je gewoon een uitkering krijgt en dat we allemaal afhankelijk zijn van de staat en dat we allemaal braaf luisteren en gehoorzamen aan de staat en onze grondrechten en wij als mens zijn niets meer waard. En die dromen die wij konden hebben vroeger, dat je als kind, jongere, de toekomst lag voor je open, dat wens ik ook voor mijn kinderen, maar dat is er dus niet meer. Weet je, ik zou willen dat zij dat ook hadden, maar dat gaat hier niet meer. En daarom hoop ik ook dat zij mijn zoon gaat sowieso mee. Mijn dochter moet nog wat aan gewerkt worden. Maar ik ga ervan uit dat zij ook meegaat. Ze zijn natuurlijk al volwassen. Maar ik wil ze. Ik wil niet dat zij in een land zitten waar zij niet meer kunnen dromen van een toekomst. En alleen maar bezig zijn met overleven. Want dat is wat ons bestaan gaat worden in de toekomst. Dat is mijn verwachting tenminste. Ik hoop dat ik ongelijk heb overigens. Maar ja. Ja, ja. Nou Jeroen, ik wil je hartelijk bedanken. Ja. Bedankt voor deze unieke informatie. En nou ja, de kijkers, als je dus meer wil weten van Jeroen en zijn activiteiten, ga naar de website projectparaguay.nl. En daar vind je meer. En dan kan je ook opteren voor hun dienstverlening voor de residentieaanvraag. Ja, of de Telegram groep. Daar kun je ook informatie vinden. Telegram groep? Ja. En hoe kom je daar terecht dan? Zoek op project Paraguay. Oké, ja. Nou Jeroen, dankjewel. Ja, dankjewel. En voor de kijkers, bedankt voor het kijken, voor het abonneren en voor het liken. Als je ook een land hebt waar je meer over wil weten, ga naar YouTube. Daar kun je bij de berichten daaronder gewoon aangeven waar je in geïnteresseerd bent. En nogmaals, dan gaan we ernaar op zoek. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Volgende week gaan we praten met Marcel Duits. Hij woont in Tsjechië. Heeft activiteiten in Bulgarije en investeert in Servië. Dus dan gaan we het oostelijke deel van Europa verkennen. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.